Het wordt nog wel een lastige zoektocht, denk ik. We moeten sowieso gaan inleveren op iets wat we willen voor de prijs. Want... Wow, ons kind zit daar nou gewoon aan tafel. Ik weet niet, ik moest even delen. Nou, vandaag zijn ze dus geweest om foto's te maken. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Jongens, wat is sprong 7 een hel? Goedemorgen, Jimmy! Mwah, nieuwe week! Bah, waarom de hele tijd in je mond, Jimmy? Je hebt het nou al onderzocht, oké? Is niet lekker, dus stoppen ermee. Wij wensen iedereen een hele fijne week. Ik moet maar liefst elke dag, behalve zaterdag, werken. Oeh, Jimmy, dat is niet leuk. Mwah. Vandaag is Thijs thuis. Morgen mag je weer naar het kinderdagverblijf. Ba. En woensdag ook. En volgens mij, donderdag is het hemelvaart. Dus ik weet eigenlijk niet of het kinderdagverblijf dan open is. Matthijs is ook vrij, dus dat scheelt. Hé, hey. Wat laat je nou vallen? Wat laat je nou vallen? Jimmy, ik wil iets weggooien. Laat mij eens iets weggooien. Niet aan die vieze rand. En door jou doet hij het nou niet meer. Je staat op het voetpedaal. Ah, vingers ertussen. Jimmy, ik heb hier fruit en water. Fruit, water, fruit, water. Applausje. Fruit, water. Water, fruit. Fruit, fruit. Later, later. Fruit. Water. Hey, maar Jimmy, meer heb ik niet. Jim ligt al anderhalf uur te tukken, dus ik ga hem even wakker maken. Hallo. Weer lekker getukt. Joi. Schattige Jim. Jimmy, je eten is klaar. Kom! We hebben lekker visstikje, aardappeltje en spinazie. Ja, dat is vervelend. Thijs baalt van de nieuwe opstelling. Nou, normaal is het zo dat je gewoon in de keuken, dan heb je daar een tafel waar je even snel iets oplegt. En we hadden een kast, een voorraadkast, dat vooral. Dat ligt nou achter of hier in de kast. Thijs is niet zo blij dat hij nou weer moet lopen. Het is ook vervelend met klaar zijn met koken en dan helemaal van de keuken naar dat hok te moeten lopen om de tafel te dekken en al het eten neer te leggen. Super vervelend. Dus ja. Zie je op? Waar is er? Ja, hang liever naar buiten. Quinty, je lijkt zo klein als papa jou vast heeft. Ze is ook eigenlijk best klein, maar zij is wel het grootste van iedereen. Hmm. Dus ja. Zo, Lucia is er toch ook heel blij bij. Kijk eens aan de kant. Dan kan ik de riem aan doen met deze biermeffer. Harrietje. Wij doen altijd hier de riem aan, omdat het in de gang te veel lawaai maakt, dan wordt Jimmy wakker. Ik ben me echt helemaal scheel aan het kijken gewoon op huizen. Het is ook echt gewoon, nou open ik een huis en dan kijk ik meteen naar de plattegrond en dan denk ik, oh nee, dit is niet de opstelling die ik wil, next. We hebben ook echt gewoon best wel veel eisen voor wat we ervoor kunnen gaan kopen. Ik denk dat we echt wel ergens op moeten gaan inleveren. Dat het een lastige zoektocht wordt. Er zijn er wel een paar hoor. Die alles hebben. Maar Thijs wil een garage. Liefst aan het huis. Niet per se. Maar als we echt alles wat we willen zeggen. Als we alles wat we willen ook echt hebben. Dan wil Thijs dus een garage aan het huis. Ik wil een keuken met een kookeiland. Of in ieder geval een grote keuken.
Ik wil een aanbouw of een bijkeuken of iets waar Jimmy zijn speelgoed allemaal kan. Als speelkamer of in ieder geval iets in de woonkamer aangrenzend of zo. Ik wil eigenlijk een bad. Een leuke tuin. In ieder geval van alles waarvan je denkt, ja, zullen we vast wel ergens op moeten inleveren. Maar goed, goedemorgen, daar zijn we weer. Ik ga werken, Thijs is al werken. Jimmy die gaat zo naar het kinderdagverblijf. Die is nog heel even lekker aan het spelen. Ja. Totdat het tijd is om hem te brengen, want hij was al vanaf 6:30 wakker en hij mag pas om 7:30. Nee, hij was om 6:00 wakker en om 7:30 mag hij pas gebracht worden. Dus, bijna klaar. Ik heb mijn knuffeltje alweer teruggehaald. We zijn alweer terug van het kinderdagverblijf. En we hebben even geklust in de tuin. Wacht, moment. 1, 2, ah, ik krijg de deur zo niet open. Papa! Hallo Jimmy. Lucia, hou eens op. Doetie, doetie. Jimmy, hier ben ik. Om de tuin klaar te maken, die gaan ze morgen fotograferen. En hij was heel blij om mij weer te zien toen straks. Kijk, want hier stond allerlei zooi die we allemaal naar de stort hebben gebracht, of naar de opslag. We moeten nog naar de stort brengen. De tafel even gewoon alles netjes. En dan kunnen ze morgen foto's maken. Want morgen wordt het heel erg lekker weer. En dan is het natuurlijk het mooiste om de tuin met zon op de foto te hebben. Jimmy was wederom om 6:00 helemaal paraat. Dus ik heb hem even voor de tv gezet, wat ik eigenlijk normaal gesproken nooit doe. Maar ik vergeet de laatste tijd elke keer de avond van tevoren alles al klaar te zetten. Dus dan heb ik nog veel te doen. En dan moet ze melk nog laten zakken. Nou, anders komt alles terug. Ondertussen probeer ik iets van eten mee te geven, want hij gaat vandaag naar mama. Thijs is werken, dus ik moet snel zorgen dat hij van alles bij heeft. Jimmy is nooit lang te entertainen met een tv, daarom hebben we hem ook nooit aanstaan. Ik denk dat het alweer 3 maanden geleden is dat hij een keer voor de tv heeft gezeten. Hij is liever aan het spelen en dat is alleen maar fijn. Kusje. Ga je het nou niet meer doen? Kusje. Zo. Ja, dat kun jij gewoon, hè. Papa! Flying high! Nou, vandaag zijn ze dus geweest om foto's te maken. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Mochten wij die foto's inmiddels al hebben dat deze vlog online komt, dan zal ik ze hier even inplakken. Dan kunnen jullie ook zien hoe dat de tuin is. Dan is het nou alleen nog de tijd om hier binnen alles op orde te hebben, zodat ze zo snel mogelijk foto's kunnen maken, ook van binnen. En dan zo snel mogelijk online. Ik hoop echt dat het snel verkocht raakt. Dat zou wel echt super fijn zijn. We willen eigenlijk hoger gaan zitten dan dat de makelaar aanraadt. Of aanraadde. Ze hadden gezegd dat 3,30 wel een goede vraagprijs is, maar wij willen eigenlijk proberen om 3,50 te krijgen. Want dat zou wel echt fijn zijn dat we er dan voor terug kunnen kopen wat we hebben gezien een beetje zo. En omdat wij aan het water zitten, kan het zomaar zijn dat daar heel veel vraag naar is, zeiden ze ook. Dus ja, anders kun je altijd nog naar beneden gaan, toch? Zo sta ik er in ieder geval in. Goedemorgen weer. Het is vandaag heel warm en Jimmy heeft voor het eerst een, ik probeer het te laten zien, korte broek aan. Kun jij je knietjes lekker kapot gaan kruipen. Maar het is vandaag zo warm dat dat wel fijn is. Hij is wel nog een beetje aan de grote kant. Maar dat is alleen maar goed, want dan komt het nog een beetje over zijn knietjes heen. Vandaag moet ik weer werken. En Thijs is vrij, want het is hemelvaartsdag. Dus ik kan voor Jimmy zorgen, want de kinderdag blijft ze ook niet open. Dus ik zou zeggen, veel plezier vandaag. Dank je. En jij ook met papa? Het is alweer alleen maar dingen aan het doen die niet mogen.
Jimmy afblijven. Oh, hij is zo groot al inmiddels dat hij overal bij kan. Dit moet allemaal nog naar de opslag, Jimmy. Dat hij ligt. Dat is niet voor babyhandjes. Niet voor babyhandjes. Die papa gemaakt, die lamp. Die moet je heel laten. Ja, inderdaad, heel laten. Ik dacht dat zijn knietjes een beetje bezet waren. Of bezet. Bedekt. Nou, ik kan het al niet meer laten zien, want hij staat. Bedekt waren. Jimmy, je loopt achterstevoren. Maar zijn knietjes zijn gewoon volledig bloot als hij op de grond kruipt. Maar het maakt hem echt niks uit, hij gaat net zo hard. Jimmy, laat eens zien. Kom eens naar mij toe. Wat was het nou het woord dat je net gebruikte? Ik wou bedekt? Nee, ik weet niet. Ja, dat wou je zeggen, maar je zei iets anders. Ja. Dus ik ga deze aanzetten. Jimmy, kom eens hier. Kom eens. Kun je de camera pakken als je wil? Je kunt gewoon naar beneden, dat kun jij. Jawel. Niet twijfelen. Jimmy. Eerst even daar aan draaien. Goed zo, jongen. Kom eens. Laat eens zien hoe je kruipt op je blote knietjes. Zie je? Ze zijn toch wel bloot. Maar hij gaat net zo hard. Zal hem niet buiten op de tegels, want dan zijn heel zijn knietjes open. Kun je het voortaan zelf? Dat is wel handig. Dan hoeven wij dat niet meer te doen. Lekker, hè? Is je al op, Jimmy? Is je op? Oppa de pop. Terug in die vork terug. Dat is lekkerder, hè, om zelf te doen. Waar ben je mee bezig? Heb je dat ontdekt? Ben je met de rugzak op pad? En nou kun je niet verder. Je bent met er één. Wij gaan even samen de hondjes uitlaten, zodat papa de barbecue kan aanslingeren. Want het is vandaag lekker weer, dat had ik vanochtend al verteld. Dus laatste moment, aangezien nu de tuin ook helemaal netjes is, om even lekker nog te genieten van een barbecue. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Even een besefmomentje met jullie delen. Ik weet niet of je het kunt zien zo, maar ik keek dus vanuit de keuken naar buiten. En dan zie ik zo papa met mijn kind. Het zag er gewoon heel leuk uit. Zo van, wow, ons kind zit daar nou gewoon aan tafel. Ik weet niet, ik moest even delen. Kijk hem daar zitten. Ja, nou dat bedoel ik dus. Zie je hem nou te beren? Ja, volgens mij zit hij te poepen. Het is wel gezellig zo, hè? We moeten nog steeds zo'n IKEA stoel kopen voor buiten, maar de levertijd was 6 weken of zo. En Ja, jij zei zelfs 3 maanden, dat was natuurlijk weer zwaar overdreven. En of 2 uur in de rij staan of zo minimaal, denk ik, als je daarheen wil. Je kunt natuurlijk ook wel tweedehands vinden via Marktplaats. Die dingen zijn €15 nieuw volgens mij. Oh, jongens, wat is sprong 7 een hel. Ik hoor het ook van andere vrouwmoeders, vooral. Dat ze gewoon helemaal niet meer willen drinken. Nou heb ik dus dan denk ik geluk dat Jimmy in ieder geval nog een halve fles met moeite drinkt. En slaap is ook drama. Het duurt gewoon bijna 2 uur voordat ik hem in slaap krijg. Terwijl dat echt gewoon zijn bedtijd is. En dat hij ook echt wel moe is, aangeeft. Super vroeg wakker. Vaak in de nacht weer wakker. Gezellig. Nog 2 weken duurt hij. Thijs is vandaag vrij.
En had bedacht van nou, dan ga ik vandaag echt maar in de rij staan bij de stort. Je hebt dan van die bordjes staan van vanaf hier is de rij 2 uur wachten. Hij was er om 7:30 vanochtend, terwijl het om 8:00 pas open gaat. En de rij stond al zo ver dat het minstens 4:00 was. Want het was eigenlijk die afstand tot aan het bordje keer 2 nog. Ik heb hem nou naar Waalwijk gestuurd, want een collega van hem had verteld dat, dat het daar rustig is en dat je niet eens een kaartje nodig hebt van dat je in Waalwijk woont. Nou, ik denk Thijs dat dat waarschijnlijk toch wel het geval zal zijn, maar ja, het valt te proberen, want hij gaat echt niet zo lang in de rij staan. Maar wat moeten we nou met al die spullen? Je kunt toch niet zo lang... Oh, ik word er echt niet goed van. Maar ja... Ik zit te denken dan toch maar zo'n container te huren. Maar ja, dat kost echt keiveel geld. Irritant. Maar goed, ik ga zo werken. Jimmy is naar de opvang. Let it go. Oké, vertel. Hoe was het vandaag allemaal bij de stort? Supergezellig. Hoe ging het? Was gewoon zo druk dat ik niet in de rij ben gestaan. Ja, ik had verteld vanochtend dat die rij 4,5, 5 uur of zo waarschijnlijk zal duren. En dat je dan naar Waalwijk zou gaan om te kijken. Ja, en daar in Waalwijk is normaal niemand en daar was nou ook ineens fucking druk. Dus iedereen die heeft een lang weekend en die gaat allemaal vandaag alles in de stad brengen schijnbaar. Maar het klopt wel wat jouw collega zei, dat je inderdaad geen pasje nodig hebt in Waalwijk. Ja. Dus daar kwamen we achter omdat een tante ook, oom en tante van Thijs wonen ook in Waalwijk en die zei hetzelfde. Dus nee, je kunt het daar zo inbrengen. Dus het plan is om het dan volgende week via Waalwijk alles te doen. Ja, morgen voor mijn werk. Als ze dan open zijn. Ja, maar dat is wel lastig. Ja, als het gewoon als er niemand is. Dat je ja, als het niet druk is, dan ga ik erin, ja. Hoe lang ga je dan van tevoren? Ja, dat weet ik niet. Een uurtje eerder of zo. Ja. Gewoon als je terug bent, dan ga ik gelijk douchen en... Oké. Ik moet morgen naar de kapper eindelijk weer een keer. Want mijn blond is nou echt tot hier uitgegroeid. Ik ben volgens mij de vorige keer was het nog net voor de bevalling dat ik het nog heb bij laten werken. Dus nou is het wel echt nodig. Hi! Hij zal wel heel moe zijn. Ik zag net in het dagverslag dat ja. Hij al vanaf 3:15 wakker is. Inderdaad. Heb je nou weer een nieuwe blauwe plek erbij? Nee, toch zeker? Ja, hij was gestuiterd, zei je. Gestuiterd? Nee, ja, met zijn hoofd. Hij was iets aan het doen en toen ging je naar beneden, maar toen toek tegen iets aan. Oh, moest je toen zeker weer huilen, schatje. Dat is niet fijn, nee. Knuffelkont. Je bent een lieve knuffelkont. Dat is mijn werkoverleg. Jimmy, dat is vertrouwelijke informatie. Het is niet om mee rond te slingeren. Ik moet mijn tas ook niet daar neerzetten, hè. Wapperen! Het begin is gemaakt, jongens. Kijk, de eerste dingen zitten in dozen. Het is natuurlijk ideaal dat wij nou die opslag al hebben, zodat we al langzaamaan dingetjes erin kunnen zetten. En... Ja, als de auto wordt leegkomen. Ja, als we naar de stort zijn gegaan. Maar in ieder geval, dat is wel echt ideaal. Want dat is natuurlijk ook als ze foto's komen maken van het huis, hoe opgeruimder, hoe beter. Hoef je niet alles ergens weg te duwen, maar dan kunnen we het gewoon alvast naar de stort en de opslag brengen. Lief Harietje. Wij, Jimmy sliep heel snel, dat wou ik zeggen. Hij was heel moe van het kinderdagverblijf. Dat hadden we al verwacht. Knuffelkontje ben jij, hè? Goedemorgen. Ik ga op weg naar de kapster. Ik wou even met jullie delen hoe dat ik me vanochtend omdraaide en mijn uitzicht was. Jimmy! Kom! Dat was wel echt super schattig, hè? Oké. Okay. Oh, en deze is ook schattig. Jimmy, je bent op tv! Tot straks. Jimmy? Jimmy, Jimmy is een zuppie. Tot straks, schatje. Niet zo zeuren de hele tijd, hè?
Dat is lekker. Gaan we die even soldaat maken? Jij gaat erop. Ga ik jou trekken, ja? Dat is leuk, hè? Oh. Ik dacht dat ik... Ik ben ondertussen courgettesoep aan het maken en ik had nog nooit gezien, maar je hebt ook gele courgette. En die zit van binnen zo uit. Gewoon net zoals normale courgette, maar dan geel. Volgens mij smaakt het ook wel hetzelfde. Of het smaakt ook anders, want dat was het laatst met... Wat was het ook alweer? Oh ja, met zoete aardappel had je veel verschillende toch ook weer van. Dat wist ik ook niet. Mijn haar is weer een beetje blonder. Kom maar naar papa toe. Kom maar naar papa. Jimmy. Nou loopt hij wel op zijn tenen, hè? Oh, ik was niet aan het opletten. Alleen maar twee vingertjes, Jimmy. En één vingertje kun je ook al, hè? Morgen, deze dag. We zijn er weer. Een nieuwe dag. Ik ga werken, dat is niet leuk. Maar het is maar kort, dus dat scheelt. Hoe laat moet je nou? 1:30. Dag liefste schatje. Jij bent zo lief. Hij sliep tot 6:30 in zijn eigen bedje. Kijk goed, Jimmy. Alleen daarna was hij klaar wakker en dat was dan weer een beetje. Dat was niet kei. Jammer. Dat was kei slecht. Jimmy wordt nou elke keer wakker en eigenlijk is het nou ook overdag niet. Hij heeft elke keer hier zo'n hele erge krul van het liggen, van het slapen, wat dus eigenlijk veel te lang is. Maar ja, ik vraag me dan af, moeten we daarvoor naar de kapper? Als ik het afknip zelf, zal het wel heel erg lelijk worden. Ja, ik haal je er zo uit. En dan ja, bij de kapster, kunnen ze daar iets mee? Kom je aan? Ja, hoi, ik wil alleen dit plukje even eraf laten knippen. Maar ja, dit is ook echt een beetje lelijk zo, Jimmy. Jij bent niet lelijk hoor, je bent de allerknapste. Kun je niet verder? En nou? Gewoon blijven proberen, toch? Jimmy, dat karretje is veel te gevaarlijk. Het gaat mis. Zat je kat een idee om eventjes een lijstje te maken met wat we nou nog allemaal moeten doen in huis? Voor voorbereiding om foto's te kunnen maken. Ja. En om dan ook meteen een planning voor volgende week te maken. Wanneer we dat allemaal af kunnen krijgen. Zodat we weten hoe het ervoor staat. Ja. Is dat een idee? Ja. Lijkt me wel even verstandig. Want dan kunnen we ook door... Maar we zijn steeds afhankelijk van de slot. En dan... Ja? Kunnen we niet alles kwijt in de opslag? Ja, tot op een bepaalde hoogte wel natuurlijk. Ja. Oké, we gaan even een lijstje maken. Er komt elke avond een moment. Zo, ja, rond 6:15. Het is nu 6:10. Dat Jimmy roekeloos wordt. Dan is hij continu aan het spelen. Oeh, daar ging hij alweer bijna. Maar hij valt om de havenklap bijna om. En dan is hij gewoon dus moe aan het worden. En dan is hij wel nog gewoon lief aan het spelen, maar heel onhandig. En dan moet je er echt goed bij blijven. Of hij ligt de hele tijd achter... op zijn achterhoofd, omdat hij dan gewoon minder concentratie heeft of zo. Ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. Jimmy, zo werkt het niet, denk ik.
Ga maar even rustig zitten. En dan even je watertje drinken. Goed zo. Maar dat is dus gewoon nou elke keer zo om 5:45, 6:00 dan ja, wordt hij roekeloos, zeggen we dan. Ja, je flesje is klaar. Heb je nou weer gepoept? Oh, volgens mij is het poepsel nummer 4 vandaag. Maar ze zijn niet heel dun. Maar wie weet komt er dan toch wel weer een tandje nou aan. Tandje nummer 3 zou dat zijn, Jimmy. Jimmy gaat heel de dag zelf zitten. Dat was iets wat hij wel al kon, maar nog niet echt leuk vond of zo. Want hij deed het bijna nooit. En nu deze week is het heel veel gaan zitten. Dus ook weer een verandering. Oké, wij gaan naar bed. Of althans Jimmy. Dus ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken allemaal. Volgende week hebben we afgesproken dat we nog de tijd nemen om het huisje klaar te maken. En dan volgende week maandag, dus niet aanstaande maandag, maar de maandag erop, willen we foto's gaan maken. En dan komt hij te koop te staan. En dan moeten jullie allemaal duimen voor ons dat het huisje snel verkocht is. Dan kunnen we gaan verhuizen, Jimmy. Dat is keicool. En waarschijnlijk stressvol. Maar ja, dat wordt wel leuk. Ja, ik verhaal al.